Jawel, dames en heren. En daar hebben we bijna de opening. Af te bedrijf Frank Gerritsen Mulkers. Grote zandverstuivingen. Vanaf de jurywagen niet meer zichtbaar of er nog publiek langs de baan staat. Maar goed, dan mag de brein natuurlijk niet drukken. Daar komen we voor. Een stukje sensatie en spektakel. Nogmaals, dames en heren, in de baan Frank Gerritsen Mulkers van het autobedrijf Frank uit Rijssen. Frank in het dagelijks leven, eigenaar van zijn eigen autobedrijf Frank, maar ook een fanatiek rallycoureur is, met zijn eigen team, met zijn eigen auto, stuurt als geen ander. Was ook erg verrast om hier vanavond de opening te mogen doen. Nou, en hij maakt natuurlijk een gigantische zandverstuiving van. Inmiddels, dames en heren, hier links van mij, op het rennerskwartier, daar is de rust alweer gekeerd. De deelnemers zijn allemaal bijgepraat. De deelnemers weten wat er verwacht wordt. Dus ik verwacht eigenlijk nog 2 of 3 ronden worden gereden door Frank. En daarna gaan we beginnen de eerste Mans Overijssels kampioenschap klasse B. Wij gaan dan maar liefst rijden 2,5 minuut en 2 ronden. Dames en heren, en zo dadelijk ziet u Frank voor de laatste keer bij u langskomen. Ondanks het stofhappen, geef deze man een geweldig applaus, want hij gaf hier de aftrap op het eerste lustrum. Ja, dames en heren. Het zand wordt meer, de stof wordt het al hoe meer. Jawel, dames en heren, en daar komt Frank Gerritsen Mulkers, de allerlaatste ronde. Geef deze man een geweldig applaus. Hij bijt hier het spits af. Ja, met recht is hij het verdiend. Frank Gerritsen Mulkers, de opening hier. Het eerste lustrum van de grasmaaier race in Rectum. Inmiddels worden de voertuigen bij de start opgesteld. Jawel, en daar is de finishvlag voor Frank. En inmiddels, dames en heren, de klasse B wordt opgesteld. Wie gaan we zien in de klasse B? 2,5 minuut en 2 ronden. Adam Schoten en Notter. John Eshuis uit Nijverdal, Rory van der Noord uit Suna, John Hofman uit Wierden en Nick Mensink, de man met verbluffende resultaten uit Rijssen. Hij heeft verbluffende resultaten in Notre neergezet. 5 deelnemers hier in de klasse B gaan wij zo dadelijk op de baan zien.